bijzonder woord van welkom voor u in de wetkamer Robin van der Helden, die hier aanwezig is. Ik zie onze persvoorlichter, chef Kokkoek, staan. En een dame waar we heel veel mee te maken hebben in onze inkundiging, Clara Goldenburg. En waar u daar genoeg onder zich heeft bij de gemeente. Welkom en een bijzonder woord van welkom aan de afgevaardigden, niet helemaal, maar mensen van Brabants Museum Oud-Oosterhout. Want Brabants Museum Oud-Oosterhout heeft het ook mogelijk gemaakt dat wij hier die tentoonstelling kunnen houden. Maar als u graag komt, nou, hier ziet onze nieuwe stellages die gemaakt zijn. En die zijn gemaakt helemaal op vrijwillige basis door de mensen van het Museum Oud-Oosterhout. Maar bedankt, wij zijn er erg blij mee. Ja, de inkundiging. Wij mogen ons verheugen dat we dit jaar wat meer leden hebben gekregen zelfs dan vorig jaar. En dus we zijn een beetje groeiende. En dat houdt ook verband met al die tentoonstellingen die we doen. Ons 19 oktober begint ook een tentoonstelling van ons bij T5, ook over het boerenleven. En na 28 oktober gaat deze tentoonstelling rond in Oosterhout onder andere bij de verzorgingshuis. We zijn blij dat u er allemaal bent. We gaan bij de inkundiging ook nog iets bijzonders doen. We gaan in de komende maanden, gaan we op zaterdagmorgen in de maand, gaan we een open huis houden waar onze leden van harte welkom zijn om wat meer kennis te nemen van alles wat we doen bij de inkundiging. En dat is buiten deze exposities, dan kunt u aan allerlei andere afdelingen denken die we hebben, themagroepen zoals geologie. En onze nieuwe panel kunt u ook zien wat we allemaal doen. En daar houden we ons mee bezig. Met rond 30 vrijwilligers zijn we daar weer druk mee bezig. En we hebben ruim 200 leden inmiddels bij de inkundiging Noordstraat. We hebben aangekondigd dat we een bijzonder soort optreden zouden hebben vandaag. Dat zou misschien wel kunnen, ik weet nog niet precies waar, maar als het goed is hebben we drie boeren gevonden. Drie boeren gevonden, Oosterhoutse zonen, die eigenlijk zeggen, ja, dat gaat een beetje aan de verdrietige kant zijn, zo die drie zonen, maar ik weet niet of die ik kan is het wel, hè? Ja. Extra zal ik nodig. Ja. Dames en heren, goedemorgen. Ons verrekken is gestorven. Ons verrekken is gestorven. En daar gaan wij jullie wat even over vertellen. Hoe het er nou eigenlijk allemaal gegaan is. Ons verken is gestorven, ons verken is gestorven, ons verken is gestorven. En wie is deze zo geleid van de dag, van al die narigheid van de dag? En wie is deze zo geleid van al die narigheid? Waar ging die dan kapot aan? Van de wet zegt beste man van de dag, daar sterven die beestjes van de dag. Aan de wet zegt van de man, daar sterven die beestjes van. Nou zullen we begraven, nou zullen we begraven. Nou zullen we begraven.
dan gaat hij naar de hemel. 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 De hemel is de pan van de rug. Waarin die mooie kan van de rug. De hemel is de pan waarin die baaien kan. Nou zullen we gaan eten, nou zullen we gaan eten. Nou op onze boterham van de ram, van de heerlijkes en de ram, op onze boterham. Dames en heren. Namens de voorzitter en het bestuur van de Heemkundekring vertellen. Bij deze is de tentoonstelling geopend. U kent het allemaal, u mag het meezingen. Het leven is goed in het Brabantse land. Een werkgroep hebben, Jan, Nico en Bert
En die hier vijf, die zijn eigenlijk verantwoordelijk voor het maken van deze tentoonstelling. En op hun wil ik graag een toast uitbrengen. Proost! Ja, ja, ja.